Oh, wat was dat? Ik ben zo blij dat ik in toon ben. Hallo iedereen, mijn naam is De Crest en welkom bij een nieuwe aflevering van Ring of Elysium. Ik wou jullie deze gameplay even laten zien, omdat ik in deze gameplay van Ring of Elysium, of kortweg ROE, iets speciaals meegemaakt. Ja, ik heb een glitch meegemaakt, zoals je wel in de intro kon zien. Ik vond het toch wel zeer speciaal. Anderzijds ook vond ik het zeer speciaal dat ik niet gestorven was. Want ik verwachtte eigenlijk op het moment dat ik in de lucht was, dat ik ging sterven van fall damage. Maar dat was op een of andere reden dus niet gebeurd, gelukkig maar. Anderzijds heb ik deze gameplay tot aan het einde kunnen verder spelen, maar de laatste kerel was wat moeilijker om aan te doen. Wil je zien wat er gebeurde tijdens deze volledige gameplay? Wel, zet je dan maar even comfortabel, want hier komt de volledige gameplay. Ook deze keer gaan wij solo springen. Ik ga eens zien waar wij vandaan komen. Oké, we komen van het zuiden, we gaan naar het noorden. We vliegen vlak boven Turing City, dus dat kan misschien wel wat gevaarlijk worden. Ik zou eens willen gaan naar een plaats waar ik nog niet eerder ben geweest. Ik ben Waynetown in de verte wel eens gepasseerd, maar nog niet vlak door, denk ik. Dus ik denk dat we daar eens even gaan zien. Voorwaarde dat er niet te veel daar springen, uiteraard. Oké, er zijn 55 andere mensen meegesprongen, dus die moeten we allemaal zien te verslagen. Oké, dus we gaan naar Waynetown. Oké, dat ligt achter die schotels daar. Oké, er vliegt al één iemand mee deze richting uit. Maar die wijkt al een beetje af, precies. Oké, ik ga wel de achterkant proberen te pakken. Rechtsachter. Oké, hij landt daar dus. Dus dan ga ik hem waarschijnlijk ergens in het midden tegenkomen, als er geen andere hier geland zijn. Dus als ik hier land, ben ik wel redelijk veilig. Voorlopig, voor de eerste minuten dan toch. Ik mag al niet klagen van de loot. Ik heb in mijn eerste huis al redelijk wat goede wapens gevonden. Oké, de cirkel gaat de andere kant op. Dat is goed om te weten. Ik zou die ook kunnen meepakken, zeg maar. Ik ga mijn deuren sluiten zodat ik niet gespot kan worden. Richting dat ik uitga. Ik ga deze in de plaats pakken. En dan een beter wapen, de Glock. Wat krachtiger. Vector. Die andere moet daar ergens in die huizen zitten.
En ja hoor, komt al geluid vandaar. Dus die twee gasten gaan elkaar gevonden hebben. Weer last van lag. Oké, ik moet wel nog een betere helm zien te vinden. De vest is al level 2, maar... Ja, dat kan nog beter. Zijn dat ze wel al door zijn hoor. Dat ik het beste loot zo heb gevonden wat ik kan vinden. Dus ik ga moeten vertrekken. Er zit er juist één, heel lap. Oké, 4 maalscoop. Laat ik het zo doen. Oké, eerst dit kitje even pakken. Het zal bij 5 punten ammo natuurlijk, dus niet zo goed. Oké, dus ik heb alleen een kill. Die andere gast is weggereden. Eentje veranderen. Weer deze insteek.
perfect. Daar kan ik wel mee aan de slag. Er is nog een kistje. Medkit. Oké. Je gaat me wel moeten naast is, hè. Wat chance kan ik de cirkel wat voorblijven, maar dat gaat niet gemakkelijk zijn. Dus ik moet naar deze huizen naartoe. Dat is wel een eindje. Het lukt me voorlopig wel nog om de cirkel voor te blijven, maar ik weet niet of dat nog lang gaat duren. Ja, de cirkel begint me wel in te halen. Ik heb al genoeg heals, dus dat is op zich niet het probleem. Kijk, ik heb al halverwege gerend. Dat is goed. Ik zal niet te veel meer in de cirkel zitten. Ik ben een beetje schrik dat hier nog wel andere mensen zouden kunnen zitten. Het is nog maar de eerste cirkel, dus dat valt nog mee. Ik zie daar een huis waar ik naartoe moet gaan. Bandages gebruiken. Oké, mensen zijn hier wel al geweest. Ze hebben me nu wel wat laten liggen. Dat is goed voor mij. Die 7 punten heb ik niet meer nodig, dus die mag weg. Een red dot. Ga ik hierop zetten. Ik ga nog een keer boven kijken, even. Oh, wat was dat? Ik ben zo blij dat ik niet dood ben. Silencer voor een pistool. Kijk, qua heal zit ik wel goed. Dat is niet het probleem. Ik wil nog door Turing City. Ik zou er misschien gewoon via het zuiden langs gaan en dan naar dit huisje naartoe gaan, bijvoorbeeld, of hier. Wel al opschieten, want over 30 seconden gaat die cirkel weer vertrekken. Oké, schoten vlak voor mij. Wel vlak, ja. Verder, vooruit voor mij. Ik kan wel wat de bossen inkruipen, want... Als iemand in die huizen zit, kunnen ze mij gewoon afknallen.
Oké, maar 17 mensen er meer over. Oké, de cirkel komt af. Andere mensen gaan ook moeten beginnen vertrekken. Ik weet dat er veel aan de monolith zijn geland en aan het observatorium, dus die gaan allemaal hier nog af kunnen komen. Daar moet ik wat voor oppassen. Ze niet van rechts mee aanvallen. Van hinder, dat is goed. Turing City wordt ook nog geschoten. Mensen geweest. Daar ook precies. Geen silencers, dus ik ga ze nu niet afschieten. Oké, die is over die heuvel gegaan. Jammer genoeg de plaats waar ik ook naartoe moet gaan. Het is eigenlijk nog over die heuvel op die berg, dus. Ik hoop wel dat we hierover kunnen, want... Anders ben ik gescheten, zeg. Die richting gaan dan. Ik zou natuurlijk zijn wagen ook kunnen pakken. Maar ik ga hier niet meer door die rotsen kunnen geraken. Hey, Ginder wordt al zwaar geschoten. Jee. Voordat ik ga beginnen edgen naar boven. Daar wordt er allemaal gevochten. Er is veel conflict. We moeten oppassen.
Dory. Ik dacht dat het iemand was, maar dat is een brommerke dat daarop staat. Een positie wel vrijgegeven. Oké, okay. Ik denk nu wel dat we de enigste tweeën nog op waren. Maar ik moet helemaal naar die tuin, dus dat is redelijk ver. Dus dat is ook nog een wagen. Oké, okay, ik ga die looten en ik ga gewoon doorgaan. Wat heb jij nog dat kan gebruiken? Dat moet ik aan het altijd gebruiken. Nieuwe helm, dank u wel. Smoke, 9 mil. Wat een beetje accessoires bijpakken, ik heb toch tijd. Oké, okay, dat is het. We gaan met die banaan. Die baan. Misschien moet ik eens zoeken naar een huisje dat nog binnen staat. Hier op de hoek misschien. Ik denk dat er daar al iemand binnen zit. Dat is wel een goed huis. Ik heb nog 8 andere over. Ja, ik zie er daarin lopen, maar dat is wat te ver om te schieten. Ja, ik zie nu wel ze. Zou er nog varkens kunnen komen? Misschien wel. Oh, daar staat een wagen bij. Dat is minder. We hebben wel alpine. Oké, okay, die neem ik ook. Deze mensen gaan naar het huisje gaan. Nou, dat is in dat duizeken, hè, dat ik langs moet. Natuurlijk wel het allerlaatste moment onder die ridge doorgaan. Iets of wat veilig, maar dan nog mensen uit die stad komen naar hier. Daar waren ze straks ook met twee aan het schieten. Met 3 over. Wel vertrekken.
hier daar een. Is dat een allerlaatste persoon is, een McChance? Wat? Aha! Had ze eigen verplaatst of wat? Oh, dat meende niet. Ik had moeten afwachten. Ja, kon niet, hè. Ik kan het zelf niet zien. Zou hem zijn eigen verplaatst hebben? Ik vermoed het van wel. Jammer. Bijna. Ik had moeten gaan wachten, maar ja, de cirkel kwam al af en ik had misschien naar links moeten gegaan hebben. Misschien ook een mogelijkheid geweest hebben, maar ja, oké, dit was het. Bijna een, ja, een win, maar in solo, maar helaas, het was me niet gegund. Helaas was ons die overwinning niet gegund, maar we hebben toch die fenomenale glitch meegemaakt en dat was toch al heel leuk aan deze video. We hebben toch wel 3 kills kunnen binnenhalen. De allerlaatste had maar dat meer over, maar had uiteindelijk zijn eigen kunnen healen, kunnen verplaatsen van de boom naar de boom ervoor en mij kunnen afknallen recht vooruit. Hij had heel wat geluk gehad dat er alle schoten perfect op waren en ik had geen mogelijkheid meer om te reageren. Goed voor hem, slecht voor mij. Ik had het misschien anders moeten aangepakt hebben. Waarschijnlijk, ja, ik had ook smokes meegepakt. Ik had geen granaten, vermoed ik. Met de smokes had ik hem wel wat kunnen doen verwarren. Maar ja, het is nu eenmaal zo. Vond je deze video toch leuk? Ja, vergeet niet die like-button een smash te geven. En wil je meer zien over Ring of Elysium of andere video's op dit kanaal? Vergeet je niet zeker en vast te abonneren. En ik zie jullie in een van de volgende video's. The Crest, signing off.